zijn hier in Twente en bij ROC van Twente. Dus is ondernemendheid, ondernemerschap natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Zit in onze genen. En ja, alle studenten hebben daar iets van nodig. Of ze nou straks bij een bedrijf gaan werken of zelf met een onderneming starten. Twee jaar geleden zijn we begonnen met het keuzedeel ondernemend gedrag. Dat werd uit een boekje gegeven. En ondernemend gedrag is voor mij juist actief bezig zijn. En dat past ook bij onze studenten, want ze zijn graag aan het doen. En dan zijn we bij dit concept gekomen om studenten een studiedag te laten organiseren. Mijn naam is Julia Heuten. Ik doe de opleiding Management Assistent. Ik loop stage bij het Ondernemerslab nu. En ik heb mede deze dag mogen organiseren. En wij hebben eigenlijk zoals vandaag verzorgen wij ervoor dat de studenten bij de goede workshop zitten. We hebben zelf de DJ geregeld. We hebben gastsprekers geregeld. Eigenlijk gewoon gezorgd dat de hele dag goed gaat verlopen. Hallo, mijn naam is Gerben Ekboom. Ik ben student. Ik studeer aan de Podiumacademie in Almelo, uitstroommuzikant. Zelf ben ik DJ en trompetist. Ik mag vanavond of vanmiddag zeg maar de muzikale omlijsting verzorgen. Alle studenten die hebben vandaag deze dag een workshop. En dan mag ik in de pauze en aan het einde van de workshops mag ik de muzikale omlijsting verzorgen. Ik ben Romee, ik ben 20 en ik fotografeer voor het Ondernemerslab. Meer omdat ik het leuk vind en ik probeer er zo langzaam wat mijn werk van te maken. Contentcreatie is eigenlijk je feed waarmee je werkt op Instagram. Dus de foto's waarmee je werkt op Instagram, zodat die allemaal één lijn hebben. Vooral waar kansen zijn kun je geld mee gaan verdienen. Eigenlijk ben ik dus een ondernemer. Ik kan mij als ondernemer wel bestempelen, omdat ik gewoon wel merk van dat als je niet ondernemend bent, dat je ook geen werk hebt. Zo simpel is het eigenlijk, want ondernemend gedrag is ook connecties maken, maar ook laten zien wie je bent en wat je doet. En op die manier kun je zeg maar laten zien waar je voor staat en wat jij als vak doet. Omdat Ondernemerslab eigenlijk twee hoofdtaken heeft, het ondernemend gedrag bij studenten en docenten aanjagen. En ondernemerschap bij studenten bevorderen. Nou, en dit is nou typisch zo'n activiteit waarbij studenten cursus moeten maken om ergens bij te zijn, een programma te volgen, daar invloed op kunnen uitoefenen. En dat is nou precies wat wij als ondernemerslab willen. Ondernemergedrag, waarbij studenten kunnen excelleren vanuit hun rol en daar ook in een klein fouten kunnen maken, mogen maken. Daarnaast contact met het bedrijfsleven en samenwerken. Ik ben hier om mijn verhaal te doen over Expeditie Robinson, gecombineerd met ondernemend gedrag. Expeditie Robinson en ondernemend gedrag heeft met elkaar te maken dat je een doel hebt, een heel duidelijk doel hebt. En dat je gewoon iets wil bereiken. En dat je dat niet zomaar kan bereiken, je moet dat in stappen doen. En dat is... Dat heeft het met elkaar te maken. Om initiatieven te kunnen ontplooien. Niet alleen commerciële initiatieven, maar ook gewoon bij een vereniging of anderszins. Hè. Je moet toch wat ondernemende vaardigheden hebben tegenwoordig in de samenleving. Wil je iets doen, hè, met je gevoelens van wat moet er gebeuren. En je hebt het ook nodig in het bedrijf waar je gaat werken. Want er wordt tegenwoordig echt van jou verwacht dat je meedenkt. En ook kansen ziet en helpt kansen te benutten. Dus dat is ook nodig als werknemer. Ja. Nou, de dag als vandaag is belangrijk omdat studenten alle facetten van ondernemerschap kunnen ervaren. Ze zijn zelf ook aan zet. Ze zijn zelf in beweging. Ze moeten zelf de cursus maken. Dus ze worden zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het programma. Ik denk dat je altijd ondernemer moet zijn, wat voor opleiding je ook doet. Er bestaat ook nog zoiets als het sociale leven en het normale leven naast de studie of werk. En ik denk dat het heel veel waard is als je ondernemende stappen zet in het leven over het algemeen. Ja. Nou, de foto's die ik heb gemaakt ook vandaag van het ondernemerslab kun je vinden op By Romee op Instagram. Dat is echt heel leuk om te doen. Dat is ook echt eigenlijk wel waar ik later in wil doorgroeien, dat ik echt dingen kan organiseren en zo. Ja, gewoon dat je eigenlijk, ja, dat je de regie in handen hebt, zeg maar, dat je echt zelf mag bepalen, nou, die gaat dat doen, die gaat dat doen. En dan uiteindelijk, als het goed is verlopen, dat je een leuke dag hebt gehad, zeg maar. Dit heeft eigenlijk zo'n dag als nu, heeft eigenlijk alles te maken met ondernemen. En ik vind het heel knap, want als studenten hebben zelf bedrijven benaderd. Het is ze gelukt om ze hierheen te krijgen, workshops te geven. Ja, weet je, ondernemerschap, ondernemendheid, je leert het niet uit een boek. Je moet het gewoon doen en ervaren. En dat is wat studenten volgens mij nu doen. En dat is heel erg belangrijk in het mega belangrijke onderwijs wat we zijn, mbo. Alle studenten van het ROC willen meegeven dat je er gewoon voor moet gaan. Je moet voor jezelf heel duidelijk hebben, wat wil ik nou in mijn leven? Dat kan op elk vlak zijn, dat maakt niet uit welk vlak.
En ga ervoor. Zet door en geef niet op. Dik compliment. Echt super top gedaan. En ga dat geleerde vasthouden en ga lekker verder met je studie, diploma halen en dan aan de slag. Heel goed.